je stekker met Christian de Playbacker. En dames en heren, mag een groot applaus, want hij zit hier naast mij. Christian de Lekker man. Ja, lekker hè. Hoe is het met je? Goed. Leuk man dat je er bent. Ja, gisteren was ik niet hè. Ja, waar was je man? Ik zat te wachten hier, koffie, alles klaar, waar was je? Sorry. Ja, ik heb het thuis opgenomen, hè? Ik heb het gezien. Dat vind ik echt heel leuk dat je dat gedaan hebt. Ja, leuk, hè? Ja, je bent een topper. Even camera over de kop getikt. Niet normaal, man. Echt, je trekt alles uit de kast. Ja. Echt lachen, man. Hè. Ja, dat is echt heel leuk. Ben je nog Amersfoort geweest vandaag of niet? Nee, je gaat morgen beginnen, hè? Ja, maar ik vroeg of je even kijken nog. Nee, dat niet. Dat niet gisteren meer. Ook niet meer. Nee, dat niet meer. Nee, had gekund dat je nog wat nieuwe foto's had. Maar ja, nee, dat niet. Nou ja, maakt niks uit ook. En morgen van 6 tot 6 live. Ja, ik heb het gehoord, ja. Jij gaat ook live, hè? Ja. Maar vanaf 6 uur ochtends tot 6 uur avonds. Ja. Wat ga je allemaal draaien voor lekkere nummers? Van alles. Gewoon, van alles of zet je ons gewoon door? Dat kun je ook doen, hè? Dan zet je gewoon ons gewoon op jouw livestream. Dat kan ook, ja. Ben je klaar? Ja. Ga je achterover zitten? Nee, leuk man. Nee, ja. Jij maakt ook radio, toch? Ja. Ja, superleuk man. Ik vind het helemaal goed van je dat je dat allemaal doet. En dat je zo enthousiast bent. Echt fantastisch, toch? Ja, dat is heel leuk. En volgens mij kom je dit keer ook niet met lege handen. Nee. Oh! Ja. Christian, mag even, moet eens weer allemaal wat dingen tevoorschijn toveren. Ja, Marja en Sjek en Stift en... Hij ligt niet klaar. Ik zal je vertellen. Oh. Als jij nou eventjes een beetje zo naar je toe haalt, moet je nog niet omhoog doen. Dan doe ik een roffeltje erin en heb je hier naast Pien, daar, dan heb je een camera voor je, zie je? Ja. Even wachten, Christian. Ja, doe maar iets omhoog en dan voor je hoofd houden. Nog even wachten. Iets omhoog. 46! Hey! Dat is de opbrengst van Playback en VZ-Kast. Ja, man, wat lief van je, jongen. Echt, ik vind het zo leuk dat je dat voor ons doet ook. En je doet het elk jaar weer. En je zus is er altijd druk mee. En ik vind het echt super tof. Maar je komt ook optreden, toch? Ja, oer het hart, hè? Ja, hoe kan ik het zien? Het is ook aangevraagd voor 3,50 euro. Waar is dat ding? Even wachten, hoor. Weet je waar we ook waren van de week, Christian? Bij Shinoda. Ja. Ja, klopt, ja. Ja. Die woont bij ons op de gaffel, ja. Ja, en zij... Heeft daar ook samen radio gemaakt op Back Ja, Radio. Dat vertelde ze. Ja. Lachen, en man. Op de woonboerderij Tinsler hebben we ook de mensen verrast met van allerlei gereedschappen. Die zijn ook lekker in het zonnetje gezet. Ja, super, gezien, ja. Niet te geloven. Hey, ben je er klaar voor? Hey, ben klaar. Ik heb hem eigenlijk al klaarstaan. Dus als jij nou gewoon rustig die kant op wandelt, dan loopt Joël wel met je mee. Rustig? Ja, rustig. Oeh, wat hard. Ja, knijt eruit. Knijt eruit. Ja, rustig. Geef mij je check maar even. Hey. Dan ga ik hem een mooi plekje voor je doen. Ja. Hartstikke bedankt. Christian Becker staat erop, dames en heren. 46 euro. Hoe gaaf is dat? Kijk eens wat leuk, jongens. Echt, ik ben er zo blij mee. De ene check naar de andere check. Het vliegt om je oren. Het is niet te geloven. Het gaat maar door. Hartstikke leuk. Even kijken. Ik zie dat Christian, die staat al... En de microfoon heeft hij ook al te pakken. God, die man is snel, zeg. Het is maar die heeft zo'n pakje geoefend, hè? Deze week. Hij weet natuurlijk precies hoe het werkt nu. Dus ik ga heel even kijken. Want we hebben met elkaar afgesproken. Als dat duimpje omhoog gaat, dan weet ik dat het goed zit. Duimpje omhoog. Ja, hij is omhoog. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor niemand minder dan Christian Becker! Hey! Ik zeg oeh! Oeh! Ik zeg ah! Ah! Ik zeg oeh! 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 Oerend hart kwam er zie door aangeschud. Want ze had het van de motocross gehoord. Langzaam rijden, dat deden ze nooit. Daar vonden ze toch maar diep verknoot. Bert is op zijn auto en Tien is op de BSA. Naar de motocross op het Engelse zand. De hoender en de vrouw luist over aan de kant. Bert is op zijn auto en Tien is op de BSA. Ze gingen oeh, 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 hart. Ze gingen oeh, 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 hart. Oeh, 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 hart. Scheurden ze naar de cross naar huis. Want dan waren ze eerder thuis. Ze hadden al de besten geen gehad. Ze waren
zijn allebei een heel klein beetje hun zaad. Bert is op Sinatron en Tien is op de BSA. Aan het gevoel hadden ze nog nooit gedacht. Ze waren koning op de weg en dachten alles mag. Bert is op Sinatron en Tien is op de BSA. Ze gingen oeh. Maar zoals altijd kwam aan dat gejakker een eind. Deuren zat de keel die de snelheid van de motor niet kent. Bettes reed erop en Tienes kwam de vlak achteraan. Iedereen die zei van die leur die nooit meer wat van. Ze gingen nooit, nee, nee, nooit, nooit meer oerend hard. Ze gingen nooit, nee, nee, nooit, nooit meer oerend hard. Maar wie gaat doen? Fantastisch, en het levert dan weer €46 op, jongens en meisjes en lieve luisteraars, kijkeraars. Maakt me niet uit. Kijkeraars, ja prima. Kijkeraars, kijkeraars. Ja.